Dat is een apart hoofdstuk in heel het ME-verhaal. Er zijn talrijke neurologen die dat over de laatste 20 jaar bestudeerd hebben. En eerst en vooral heeft men gezien dat er doorbloedingstoornissen zijn. Dat wil zeggen dat al heel vroeg, in het begin van de jaren 90, aangetoond werd dat de hersenstam minder doorbloed is. En later heeft men ook met SPECT-scan aangetoond dat diverse gedeelten van de hersen eigenlijk minder dan normaal bloed krijgen en daardoor verstoringen geven. Verder zijn er vaststellingen gedaan bij autopsie, bij heel zieke patiënten die overleden zijn. Daar heeft men wat men noemt corpora amylacea gevonden, dus kleine haarden van abnormaal weefsel. En ook neuroinflammatie, dus ontsteking van de hersenen zelf. 25 à 30% van de patiënten heeft een te hoog gehalte van witte bloedcellen in het lumbaal vocht. Dat is niet bij de meerderheid van de patiënten, maar bij een minderheid. Dan zijn er nog andere zaken indirect aangetoond. Dat is dat de HPA-as, die eigenlijk vertrekt in de hersenen en die uitgaat onder meer van serotonine, dat die verstoord is en dat dat eigenlijk omgekeerd is als bij bijvoorbeeld depressie. Hier ziet men dat de HPA-as onderdrukt is, waarbij een vermoeden ontstaat dat er een tekort is aan serotonine in de hersenen. Wat heeft dat dan voor praktische gevolgen? Klinisch? Wel, er zijn de geheugenstoornissen, voornamelijk het onmiddellijke korte termijn geheugen is gestoord. Er zijn concentratieproblemen, het duurt langer om eigenlijk te antwoorden op een vraag. Men weet dat er waarschijnlijk ook interacties zijn tussen neuronen die vertraagd zijn, dus hersencellen worden neuronen genoemd. De overdracht van informatie tussen die cellen is waarschijnlijk trager. Dat is aangetoond door de groep van Nettleson in de Verenigde Staten. Die hebben mitsens heel speciaal onderzoek aangetoond dat voor eenzelfde taak een veel groter gebied in de hersenen in activiteit kwam dan gewoonlijk het geval is, dus wanneer men vergeleek met normale mensen. Er zijn nog andere functieuitvallen bij ME-patiënten, maar dat is zeer divers en dat kan zeer beperkt zijn of dat kan zeer uitgebreid zijn. Wat betreft het derde onderdeel van de vraag, de psyche van de mensen, wel, er zijn tekens van depressie vaak, maar geen typische depressie. Want zoals gezegd, we zitten hier in een depressie met lage cortisol meestal. En bij een echte depressie, zoals de psychiaters dat zien, zien we dat de cortisol hoog is en dat de uitscheiding van cortisol over 24 uur in de urine ook sterk verhoogd is. En dus hier zitten we dus in een ander type depressie. En mogelijk heeft dat iets te maken met lage serotoninegehalten in de hersenen. En dat bewijst ook het feit dat de klassieke SSRI's die gebruikt worden om depressie te behandelen, dat die eigenlijk niet werken of zelfs paradoxaal de toestand verslechten. Andere psychische verschijnselen hebben waarschijnlijk te maken ook met infecties en inflammatie. Dat zijn gedragswijzigingen van alle aard. We hebben toch een kleine subpopulatie die woedeaanvallen heeft, die zijn eigen gedrag of haar eigen gedrag niet onder controle heeft op sommige momenten. En dat heeft waarschijnlijk met inflammatoire toestanden te maken. Dus de psychische en de neurologische verschijnselen bij NME die zijn zeer divers, die zijn zeer uitgebreid. Die behoren tot symptomen die vaak ook bij andere ziekten gezien worden en vandaar dat er ook vaak verwarring ontstaat. Maar in de nieuwe internationale richtlijnen, in de internationale criteria, zijn die eigenlijk ook aan bod gekomen, de neurologische verschijnselen en secundair ook de psychische verschijnselen.